Staatsolie is 100% verantwoordelijk hiervoor. De olie komt van hun raffinaderij, zegt Erland Sneur, voorzitter van Probios, over de olievlekken die in de Suriname rivier zijn ontdekt. Nadat de vlekken werden ontdekt, zijn er door de verschillende bevoegde instanties monsters van het water genomen om deze te laten controleren. De bedoeling was om te kunnen achterhalen wie verantwoordelijk hiervoor is. Desondanks zegt Sleur dat er geen sprake is van transparantie naar het volk toe. We moeten de verantwoordelijken ter verantwoording roepen. Staatsolie is in zee met al die multinationals in de offshore. We zien nu al hier wat er gebeurt. Kan je je voorstellen, als het op zee zou gebeuren, we zouden dat nooit weten. Hier kan ik nog even naartoe varen. Wie gaat op zee varen als er daar een lekkage is? Hoe weten wij of die multinationals eerlijk zijn? Hoe weten wij of staatsolie nog eerlijk is als wij met dit klein ding, ik noem het klein, het is groot, maar het had veel erger kunnen zijn. En als we ze hiermee niet kunnen vertrouwen, dan ga ik ook wel zeggen van, hier is er een ernstig probleem, dat alle instanties die daarbij betrokken zijn, inclusief NCCR, hieraan meedoen. En voor mij is het echt overduidelijk van, men wil, koste wat kost, de burger voor de gek houden. De aardolie die via de raffinaderij in het water vrijkomt, gaat tegen de mangrovenbomen aanplakken, met als gevolg dat deze bomen zullen uitsterven, vertelt Sleur. De mangrovenbossen zijn enorm belangrijk voor de kustbescherming. Die planten die gaan als een spons werken naar de olie toe. Dus zodra die olie tegen die planten aankomt, begint het tegen die planten aan te plakken. Dus zolang er niet te veel olie is, ze hebben een deel ervan opgeruimd, gaat de rest van die olie tegen die planten aanplakken en daar blijft het op plakken. Want het is, die planten zijn organisch, dat materiaal is organisch. Die olie is organisch, organische stoffen trekken elkaar aan. Terwijl het water juist die olie afstoot. En dat is heel belangrijk om hierin mee te nemen van waarom het belangrijk is dat wij geen vervuiling op onze wateren krijgen. Wij hebben hele belangrijke mangroven die onze kust en onze oevers beschermen. Jerry Sleinhaar, directeur van Nationaal Coördinatiecentrum voor Noodgevallen NCCR, zegt dat er in samenwerking met deskundigen een opruimingstraject van start zal gaan. Voor nu zal de zaak worden overgedragen aan het Openbaar Ministerie OM, zodat er verdere stappen getroffen kunnen worden. Staatsolie wilde vooralsnog niet reageren op de aantijging. Volgens Noeen Dibiprasad, manager corporate HSE en communication, komt de gespilde olie niet van staatsolie. Het bedrijf heeft integendeel meegewerkt met het NCCR dat onderzoek doet naar de oorzaak van de olielek. Vooralsnog zal staatsolie zich laten informeren over de aantijging aan zijn adres.